Welkom bij de laatste dag van het Dutch Open Journaal. Ja, en de beker staat bij ons. Jurien, toch wel een van jouw beste vrienden. Hij pakt hem. Ja, dit is ongelooflijk. Hij is zaterdagochtend sterk begonnen en zondagochtend weet hij dezelfde lijn gewoon door te trekken. Dat is ongelooflijk knap wat Jano hier gewoon gepresteerd heeft vandaag. Hey Jano, begon natuurlijk donderdag niet zo leuk. Maar hoe heb jij je zo ongelooflijk kunnen herstellen? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Ik denk gewoon een beetje drinken tussendoor en wat ingooien in de VIP en rustig blijven. Hoe blijf je zo'n lange dag rustig? Want dat zijn twee hele lange dagen. Vandaag een wat sneller op elkaar, gisteren wat langduriger. Je moest om 10 uur al beginnen. Ja, ik vond het, moet ik zeggen, gisteren wel wat fijner. Want vandaag was ik weer klaar en had ik 5 minuten ertussen en dan moest ik gelijk alweer gooien. Dus het was nu wel een beetje haasten, maar het pakte gelukkig goed uit vandaag. En, Want als we kijken naar zijn podiumprestaties, hij heeft de pit geen één keer gemist vandaag op het podium. Nee, die liep best aardig inderdaad. Ja. Nee, in de kwartfinale, in de halffinale ook natuurlijk weer. En in de finale tegen Plaisir, die 89, die was zo belangrijk. En dat keert eigenlijk wel naar de hele wedstrijd. Leek Plaisir net op tijd weer wakker te worden, maar die 131 die was magistraal. Hij brengt jij eigenlijk aan het begin van de wedstrijd aan het wankelen. Maar eigenlijk breng jij hem eigenlijk meteen in die set daarna meteen aan het wankelen. Dat gaat eigenlijk bijna niet meer weg. Pak nog wel een setje 3-0, maar ja, je raakt eigenlijk niet in paniek. Nee, gewoon gezegd, ik moet gewoon rustig blijven. Want het zag wel 2-2 dan, hè, na die set. En hij mag wel beginnen, maar ik heb zoiets van, gewoon, je hoeft maar 3 goede legs te gooien en je bent er. Maar nadat ik die 89 de boel zou uitgooien, dat gaat gewoon veel vertrouwen. Dan sta je weer 1-1. Die derde set die win ik dan ook. Nou, dat geeft nog meer vertrouwen. Kracht ik even iets in. Wesley gooide een goede vierde set. Maar gelukkig gooide ik die laatste set de belangrijke finish op het einde om te winnen. Hij begon natuurlijk eind vorig jaar al beter te gooien. Hij pakte daarvoor natuurlijk wel een ticket voor Lakeside. Maar zeker op het jeugd-WK en zeker dat toernooi daarvoor ontdekte hij eigenlijk pas echt zichzelf. Waar ligt de limiet eigenlijk? Ja, zijn limiet. Als Jano zichzelf goed onder controle houdt, dan kan Jano heel ver komen. En hij heeft natuurlijk voor de leeftijd mocht hij nog op modus, mocht hij nog een keer gooien. Dus voor zijn podiumervaring was dat wel goed inderdaad. Op leeftijd natuurlijk tegen Jamie Lewis in de eerste wedstrijd gooide hij ook al super. Dus ja, dan weet je gewoon dat Jano het goed kan doen op het podium. En hij komt hier op het podium tegen Arjan Konteman in de laatste 8. En hij staat hier gewoon eigenlijk gewoon de sterren van de hemel te gooien. Sterren van de hemel. Wat zijn je plannen voor dit jaar? Behalve genieten van dit. Is dit een stapje in de orde? Rustig aan groeien, wat je eigenlijk al eerder hebt gezegd? Ja, gewoon wat ik zei, gewoon rustig blijven. En eerst de development toe en de challenge toe nog even afgaan. Hier en daar waarschijnlijk nog even wat WDF-toernooitjes gooien. Om wellicht als geziede speler Lakeside in te gaan eind van het jaar. En verder zie ik het wel gewoon lekker rustig doorgaan zoals het nu gaat. En, mezelf niet verzetten of zo, want zolang het goed gaat, dan blijf ik gewoon mezelf en hoor je mij niet klagen. Je kleine is trots? Dat denk ik wel. Dat weet ik wel zeker. Nu sta je nog heel rustig. Na de wedstrijd had je ook iets tegen ons te zeggen. Laten we daar even naar kijken. Jano Bottenberg, de winnaar van de Dutch Open Darts. Had je dat donderdagmiddag verwacht? Nee, maar wie wel? Ja, helemaal niemand denk ik. Ongelooflijk. Gisteren had je al een paar partijtjes waar het... Ja, die 100 gemiddeld die knalde er meteen allemaal uit. En dan moet je vanochtend meteen starten tegen Damien Mon en meteen weer scherp. Hoe moeilijk is dat? Ja, na gisteren, die laatste wedstrijd, dat gaf me natuurlijk wel zelfvertrouwen voor deze dag. Keer 100 gemiddeld, keer 98 gemiddeld geloof ik. Dat zijn gewoon goede partijen, ook al is het maar 3 legs. Maar dat gaf me wel gewoon vertrouwen voor morgen. Ik denk, ja, vandaag niet heel goed geslapen, maar dat terzijde. Maar ik denk, het moet gewoon gebeuren en er is geen weg terug. Dus gewoon doen wat ik kan. En dat heb ik een soort van wel gedaan, denk ik. We beginnen op de podiumbanen. Tegen Arjen Konteman begint het eigenlijk al. Verrast goed kon Konteman niet helemaal opdagen. En ga je er eigenlijk fijn makkelijk mee vandoor? Gaf je dan nog die extra trap vertrouwen? Ja, ik begon zelf de eerste leg geloof ik met 6, hij met 140. En ik ga daarna gelijk 180 erover aan. En ik denk van ja... We beginnen gelijk goed, dus dat gaan we gewoon zelf vertrouwen en ja, dat pakt hij gelukkig de hele wedstrijd een beetje door. En dan trek je hem naar je toe. Dan die halffinale, dat ging wel. En dan die finale. Je brengt Plaisir eigenlijk aan het wankelen door die 1-1, maak je 2-1 en dan maak je het eigenlijk jezelf heel erg lastig. Nou, ik denk dat ik mezelf meer lastig maak door het begin gelijk al.
Want ik kom al geloof ik 1-0 achter in de sets. En denk 2-0 of 2-1 achter in de tweede set. Maar door die 89 vind ik de boel om 1-1 te maken. Denk van, nou, hè, we staan gewoon weer 1-1, ofwel gewoon 0-0. Beste drie sets. En nu moet het gewoon gebeuren, we staan weer gelijk. En ik denk, er is niks aan de hand. En na die 1-0 in de laatste set breekt er voor mij wat bij jou los en alles gaat vanzelf. Ja, het gevoel was in één keer weer goed. En ik verlies dan die vierde set, verlies ik wel met 3-0. Ik denk, oei. Dan moet ik gewoon de kopje erbij houden. En gelukkig is dat nog een beetje gelukt. En dan kom ik die laatste set 2-0 voor. Dan had ik een beetje speling, mocht er nog een lekje verliezen. En dan ja, die laatste leg, die 131 uit, die kwam uit de tenen. Nou, het lijkt natuurlijk allemaal fantastisch, Jarno. Hij zegt dat ook wel. Maar eigenlijk kwam hij bij de laatste 16 ook goed weg, de laatste 32 ook al. Hij moest natuurlijk toen even niet meer op podium balen. Dat was wel even omschakelen, hè? Ja, dat was inderdaad even omschakelen, ja. De laatste 16 wist hij wel te winnen van Patrick Schop natuurlijk. Maar ja. Ja, de hele Friese delegatie stond er weer achter te schreeuwen. Dus, ja, inclusief Rudy. Inclusief Rudy, ja. Dus dat heeft hem wel geholpen om hier richting het podium te mogen inderdaad. En de kwartfinales hier te mogen spelen. Hoe zuur is het voor Wesley Plezier? Lakeside, eigenlijk lullig eraf. Nou, Q-School niet en nu dit weer. Dit is wel even slikken. Ja, ja, met alle respect voor Wesley natuurlijk. Het lijkt wel een beetje een mannetje die uitgevonden is voor het pech hebben, zeg maar. Net geen EK, het lijkt de opstapeling van. Terwijl hij eigenlijk echt heel goed speelde. Eigenlijk beter dan Jano over deze twee dagen. Ja, ja, nee, Wesley heeft wel goed gegooid. Miste in de finale, miste die een aantal dubbels. Nou ja, wat ik net ook al zei, die 89 van Jano draaide wel de wedstrijd om, inderdaad. Maar ja, Wesley mist net even veel dubbels en ja, Jano pakte zijn kansen. Laten we dan even naar jeugd gaan. Ruben Bouwmans. Hij doet het toch. Vorige week een toolkaart gepakt voor de JDC. Nu dit. Hij prorogeert zijn titel, wel niet weer bij de aspiranten, maar nu bij de junioren. Hoe knap is dat? Ja, dat is eigenlijk wel een hele uitzonderlijke prestatie natuurlijk, wat die jongen uit Groningen heeft voor elkaar gekregen. Natuurlijk bij de aspiranten, dan win je en dan gelijk het jaar erop bij de junioren. Ja, dus dat is heel knap natuurlijk. Tegen ook een Fries Cor Beukema. Eigenlijk verrassend ook Kenji Steinbacher uitgooien, die heel veel dubbels mist. Juist, eigenlijk de andere favoriet samen met Ruben Daalmans. Ja. Ja, Cor die won misschien wel verrassend van Kenji Steinbacher inderdaad. Ja, maar ja, die miste ook wat dubbels en Cor pakte zijn kansen. Dus ja. Cor zijn eerste podiumfinale was wel meteen de beste wedstrijd van hem van de dag. Wat ligt de toekomst voor hem? Ja, nee, Cor is zeker wel een goede darter in de jeugd. Heeft ook al een aantal finales bij de jeugd gespeeld. Zowel aspiranten als bij de junioren volgens mij uit mijn hoofd. En die jongen die kan zeker een aantal jaren bij de Dutch Open, bij de junioren gooien. En wellicht dat hij nog een aantal finales gaat halen. Laten we dan van de meisjes naar de koppelfinales gaan bij de meisjes. Peets, die wint het meisjestoernooi en moet daarna 's middags nog met Lorraine Wynn Stanley. Ja, eigenlijk nam Bo wel heel snel de overhand, hè? Ja, Bo die pakt eigenlijk wel inderdaad gelijk de hele partij naar zich toe, inderdaad. En Joe die gooide nog wat een aantal punten mee, inderdaad. Maar het was toch wel vooral Grief die de overhand nam in de finale, ja. Dan de finale bij de singles. Ja, Eileen staat eigenlijk de hele week al te duwen en te trekken aan de pijl de laatste paar dagen. Ja, dat kwam er eigenlijk op de tv ook wel een beetje uit, hè? Ja, ze kwam misschien wel een keer goed weghalen op de tv-baan inderdaad tegen Nathalie van Marm. 3-2 achter. Weet ze nou wel goed om te draaien met een 4-3 overwinning en 2-15 dat. Dus maar ja, dat geeft ook aan dat zij niet in haar beste vorm van haar leven zit op het moment. En, En dan de koppelfinale bij de heren. Ja, eigenlijk heel veel overmacht van vooral Damien Mol. Jimmy van Schie speelde eigenlijk ook wel goed, maar ja, moet maar niet een klein beetje afweten. Misschien een beetje spanning, druk. Zit natuurlijk ook niet helemaal goed in zijn vertrouwen op dit moment. Speelt dat dan mee? Ja, misschien wel, maar ook de credits naar Damien Mol. Die gooide een superfinale. Die gooide in zijn eentje gooide hij al 106 gemiddeld. Ja. En Brian die stond al wat achter van, ik gooi wel mee en Damien die doet het wel. Ja. Nou ja, misschien hadden we dan wel weer verwacht van Jimmy van Schie en Jeroen Mejoch inderdaad. Maar ja, goed. Laten we kijken naar het algehele toernooi. Meer deelnemers dan vorig jaar. We hebben een fantastisch toernooi gezien met een fantastische winnaar. RTL heeft het zelf uitgezonden. Ja. Is dit echt zo'n parel voor de sport?
Ja, dit is een super natuurlijk. RTL heeft natuurlijk de kwartfinales wel naar voren gehaald, zodat ze vanmiddag al gespeeld werden. En nou ja, je zag gelijk de hele sfeer terug in de zaal, wat natuurlijk ook een stuk beter is voor de tv. Dus ja, het is, al met al is het een geslaagde dus open geweest. Geslaagde dus open, de winnaar loopt nu rustig weg met de beker. Dat is toch wel een mooi plaatje, hè, zo. Ja, de familie lopen, die familie en de Super League maten lopen erachteraan. Dus ja, die gaan een hele gezellige avond tegemoet met z'n allen. Is toch een mooi beeld om dit zo te zien, hè? Ja. Ja, 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 nou, zijn naam wordt nog even gescandeerd hier voor de laatste keer in de Dutch Open. Of voor de laatste keer tijdens deze Dutch Open de editie. Ja. En ja, hij gaat hier nog heel veel plezier aan hebben komende jaren en komende jaren. Maar kijk elke dag een beetje vooruit. De toernooi van 2024 zit erop, maar die van 2025, het duurt nog wel een jaar. Maar er staat hier nu iemand die niet helemaal zeker is van zijn tourkaart volgend jaar. Kan je dit volgend jaar ook? Ja, mocht ik mijn tourkaart niet veilig stellen voor 2025, zal ik hier zeker aan gaan deelnemen. En ja, dan hoop ik dat ik ook een goede prestatie neerzet. Maar ja, dat weet je nooit van tevoren. Je mist het een beetje, hè, die gezelligheid. Ja, die gezelligheid. Het Dutch Open is gewoon het toernooi op zich waar iedereen naar uitkijkt. Alle dartsfans kijken er naar uit. En ja, ik ook naar 2025 spelen of niet. Dat gaan we zien. Jeroen, heel erg bedankt voor jouw analistenwerk de afgelopen 4 dagen. Wij gaan jou zeker terugzien bij ons. Jullie bedankt voor het kijken. Nog een dankwoordje naar de NDB voor de vrijheid van het opnemen van alles wat wij hebben mogen doen de afgelopen dagen. Abonneer je op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Laat een blauw duimpje achter. En dan zien we jullie volgend jaar weer terug op de Dutch Open. Tot volgend jaar, mensen. Woo!